50, het programma voor en door studenten. Vandaag zie je random quotes over smartphoneverslaafden, doet universiteitsdichter Pauline een gedichtje en bereiden Sven en Arjen een goede gezonde maaltijd. Maar we beginnen met het studentennieuws. Dit is het Stug Studentenjournaal. Studievereniging Ik bestaat 10 jaar en daarom bombarderen studenten kunst, cultuur en media deze week tot Lustrumweek. Dat gaat natuurlijk gepaard met feestjes en activiteiten onder de noemer Explorer. How art makes the world. De Ik-leden maken tijdens de Lustrumweek kennis met verschillende kunstvormen van de 5 wereldculturen. En nog veel belangrijker, ze namen van de week een lipdub op. We hebben net een hele route gemaakt. We gaan het hele gebouw door. Alle verdiepingen en we moeten heel veel trappen op. Dus het wordt echt heel hard rennen. Maar we hebben er wel veel zin in. En het is gewoon heel leuk om als voorzitter van de vereniging te zien dat het Lustrum eindelijk van start gaat. En dat het allemaal goed gaat. En dat de commissie alles zo goed heeft voorbereid. Dus dat is heel erg fijn. Studenten Illustratie van Academie Minerva presenteren hun werk in de tentoonstelling Illustratie 57. Thema van de expositie is door de mens gecreëerd en geeft de bezoeker een kijkje in de manier van werken. De tentoonstelling is te zien in de koepelzaal van de academie en is door de studenten zelf georganiseerd. Het doel van deze expositie is vooral dat we meer naar buiten treden. Want in Nederland is illustratie niet heel erg geïntegreerd in de cultuur, wat heel jammer is. Want we moeten zometeen allemaal werk hebben en ons niveau is de laatste jaren gestegen hier op de academie. Dus we vonden het tijd om naar buiten te treden. Dit is mijn bijdrage aan het thema door de mens gecreëerd. En wat ik ermee wil zeggen is dat schoonheidsidealen door de mens gecreëerd zijn. En het zegt eigenlijk iets over hoe iedereen zich opgesloten voelt in zijn eigen beeld van wat je zelf wil zijn. Geïnteresseerd in het werk van de Minerva-meesters? De tentoonstelling is tot en met 26 april te bezoeken. Groningse studentenvoetbalvereniging De Knickerbockers haalt deze week geld op voor het goede doel. Spieren voor Spieren. Een organisatie die zich inzet voor kinderen met een spierziekte. Gisteren was een benefietgala in Huis de Beurs en zaterdag is er een goede doelendag bij de vereniging. Door allerlei activiteiten en acties hopen de voetballers zoveel mogelijk geld op te halen. Goed bezig, gassies. We hebben een stormbaan, we hebben een veiling, we gaan lumpia's verkopen. Heel veel. Er komt een bekende voetballer. En van alles. Ik heb gehoord dat bijvoorbeeld Dame 7 die gaat cupcakes verkopen. Iemand heeft een halve marathon gelopen voor geld. En ik hoop dat zaterdag nog meer acties binnenkomen. Vorig jaar hebben ze ruim 3000 euro opgehaald. En dit jaar hopen we dan 4000, misschien 5000 euro op te halen. De Batavieren Race, de grootste estafetteloop van de wereld, staat voor de deur. Over ruim een week staan zo'n 9000 studenten klaar voor de slijtageslag. De tocht tussen Nijmegen en Enschede. Daar moet je je natuurlijk goed op voorbereiden. Daarom organiseert de ACLO elk jaar de Vitalisloop. Een leuk loopevenementje om de beta-gangers alvast een beetje warm te laten draaien. De 41ste editie van de Batavierenloop gaat op 47 april van start. Ik ga de 7 doen. Ik kan ook nog kiezen om de 3,5 te lopen. Maar ik ga toch voor de 7 proberen. Omdat mijn bata-etappe is straks ook iets meer dan 7. Dus even kijken hoe de vorm is. Wat voor tijd ga je nou neerzetten voor die 7 kilometer? Nou, 25 minuten. 24 misschien. Zou mooi zijn. Gelopen wat ik wou lopen. Mijn goals bereikt. Studievereniging Clio van de opleiding Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie organiseert elk jaar een congres voor ongeveer 200 studenten waarbij een actueel thema behandeld wordt. Dit jaar is het thema de nieuwe groeiende economieën van Brazilië, Rusland, India en China, de zogenaamde BRIC-landen. Tijdens het congres wordt besproken waar de mogelijkheden en gevaren voor het Westen liggen met betrekking tot deze nieuwe economieën. Het congres vindt dinsdag plaats in het kasteel. Het congrescentrum dan, hè, niet de kroeg. We beginnen 's ochtends met een lekker bakje koffie en dan starten wij met de plenaire sessie. En daar zullen 4 mensen spreken. Na deze plenaire sessie is er een lunch en in de middag staan er 2 rondes workshops gepland. Het is primair gericht op de studenten van IBEO, maar als je geïnteresseerd bent in de internationale betrekkingen, in de ontwikkeling van de BRIC-landen, dan ben je van harte welkom. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een topdag. Wist je dat 90% van de studenten nadat ze wakker worden binnen een kwartier hun smartphone pakken? Ja, nou geloof ik best. Wat te verwachten natuurlijk. Ik wist het niet, maar ik herken het wel. Nou, dat geloof ik wel, ja. Verbaast me niks.
Daar kan ik me wel wat bij voorstellen, ja. Ja, dat lijkt me echt wel logisch. Dit is gebleken uit onderzoek onder studenten van nu.nl. Ik vind het niet verrassend of zo, ik doe het ook. Je kan er niet meer omheen, denk ik, want ja, niemand kan meer zonder een mobiel, volgens mij. Ja, een beetje afhankelijk van de telefoon zijn we geworden dan, denk ik. Ik heb zelf geen smartphone. Bizar misschien wel, in plaats van dat je eerst gewoon even wakker wordt of dat soort dingen. Maar ik denk dat ook wel een beetje bij de tijd van nu hoort. Ik denk dat ik daar zelf ook schuldig aan ben, dus ik ga gewoon mee met de groep. Ja, dat is normaal. Wat check jij als eerste op je mobiel? Ja, nou, gemiste oproepen of ja, WhatsAppjes, sms'jes. WhatsApp meestal. Weerbericht, kijken wat ik aantrek. Of ik nog aan de beurt ben bij WordView. Mijn WhatsAppjes meteen. En meestal even Facebook of zo. Ja, meestal Facebook of Twitter of WhatsApp als ik berichtjes heb. Ja, eerst maar gewoon WhatsApp. En daarna mijn mail en daarna mijn Facebook. Dat zijn wel de drie dingen die het meest erop voorkomen volgens mij. Pauline doet gedichtjes. Opstaan. Steeds... De wekker die steeds voor anderhalf uur dat ik steeds die wekker boven me. En dat ik dan ook maar. Steeds maar hoe de koffie en de ramen open douchen en steeds weer twee met kaas. Schoenen en dan steeds nog even voelen op de sleutels. Ja, gaan steeds weer de mensen. Net als ik ook maar weer en dan langs de naaister op de hoek die een half uur later ook. En dan steeds weer over en kijken links, rechts, wacht. Steeds even kijken op de tijd. Langs de kerk waar nog steeds de hoeken bewoont. Waar dan tegenover net verbouwd. En waar ik zondag steeds maar weer patat. Maar op zaterdag steeds bier ietsje verderop. En dan steeds moet lachen om die avond dat. Markt over naar de brug die steeds niet open. Maar wel de hoeren steeds rechts. En steeds de hoek om de steeg die nog steeds. En dat ik denk, laat me voor altijd deze steeg steeds 6 minuten en 43 seconden van schoen tot steeg. De Kokomo Beach Club werd deze week uitgeroepen tot de op 1 na beste club van Nederland. Wij van Stug gingen de straat op en vroegen de studenten, heb jij wel eens kans met je docent? Nou, een leraar bij mij op school die gaf eerder les en dat was in de 4e klas geloof ik. En een student, een leerling waar ik heel veel mee omging, die kreeg dan contact met hem via Facebook. En hij was gestopt met school en achteraf hebben ze ook afgesproken. Maar of het uiteindelijk wat is geworden, dat niet. Ja, op mijn middelbare school heb ik een chance gehad met meerdere leraressen. Nou, ik heb een mooie Spaans docent. Die ziet er wel goed uit. En volgens mij denkt de rest van de klas er ook wel zo over. En nou, ik denk dat het wel een tangen is van de docenten onder ons, laat ik zo zeggen. Ja. Ik kom alleen voor studeren. Geen docenten. Serieuze jongens. Ik moet wel eerlijk toegeven, toen ik mijn propedeuse moest halen, heb ik wel een beetje gechanst. Ik heb toen een keer een chance gehad met een docent. Nou, we hadden een keer afgesproken. Maar toen bleek ze een vriend te hebben. En die vriend die kwam erachter van ons afspraakje. Toen heeft die vriend mij dus opgewacht op het schoolplein. Nou, en wat er toen is gebeurd, dat wil ik liever nu niet vertellen. Wist je dat je, als je een vrouw bent... en je een mannelijke docent hebt, dat je dan veel meer kan maken. Echt, als ik te laat ben en ik ben een vrouw. Te laat? Hoe bedoel je dat? Ja, te laat. Hoe bedoel je te laat? Te laat voor de les. Oh, oké. Okay. Dan kan je alles maken wat je wil. Ja? Hoe doe je dat dan? Gewoon lief kijken. Nou ja, ik heb nooit chance met een docent gehad, want nou, ik studeer geschiedenis. En daar heb je dus echt alleen maar oude bestjes die voor de klas staan. Dus nee, dat laat ik even aan me voorbij gaan. Nee, maar ik ben wel een keer verliefd geweest op een docent. En, heb je hem gepakt? Nee, hij vond mij niet zo aardig. Oh mijn god. Denk ik. Tot zover Groningen, Yvette. Ciao. Wij studenten eten vaak ongezond en daar moeten wij wat aan doen. En wij zijn Sven en Arjen. Of Arjen en Sven, wat jij wilt. Van Body & Brains.
Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Daar zijn we weer. En welkom bij de derde aflevering van Body & Brains. Vandaag maken we een heerlijk gevulde kip met kruidensalade. En dat is ontzettend lekker. Laten we gewoon beginnen. Ja, dat is een goed idee. Ja! Het gerecht bestaat uit twee componenten. Allereerst de kip met de verse tapenade. Die ga ik zo maken. En daarnaast hebben we een lekkere verse kruidensalade met een heerlijke dressing. En die maak ik. In de tapenade zit een zwarte olijf, een fijn gehakte knoflook en een gesnipperde basilicum. Die gaan we even met de staafmixer fijn maken. En dan is de tapenade klaar en dan kan die in de kip. Het is altijd lekker om je tapenades vers te maken. Je kan ook tapenades, pesto's allemaal uit potjes halen. Maar als je die vers maakt van verse ingrediënten, is het gewoon veel smaakvoller. Dus daar kiezen wij ook voor. En je ziet dat het is zo gebeurd. Ik ben inmiddels bezig met de dressing voor de salade. Je gaat een klein beetje olijfolie in, wat balsamico-azijn, een beetje honing, wat mosterd en het sap van de citroen. Echt waar, joh? Echt waar. Proef af en toe even, dan weet je zeker of het goed op smaak is. Ja, is lekker. Top. De dressing is af, lekker op smaak, de tapenade is klaar. Sven gaat met de kip vullen met de tapenade en ik ga met de dressing de kruidensla maken. Ik heb net munt, dragon en basilicum fijn gesneden. En deze heb ik door de salade gedaan. Dat is een jonge gemengde bladsla. Kan je gewoon er doorheen mengen. Op het allerlaatste kan je dan de dressing erbij doen. Zorg dat wel dat je dit doet op het moment dat de kip uit de oven komt. Want anders wordt de sla heel erg slap. Dus op het laatst toevoegen en dan kan je hem gelijk serveren. Om de tapenade goed in de kip te krijgen, maken we een diepe keizersnee en proppen we hem vol met tapenade. We jassen er nog wat olijfolie overheen, een stufje zout en dan kan die 20 minuutjes op 180 graden in de oven. Oké, scharrelkipje heeft 20 minuten lekker staan bakken in de oven. Voor mij teken om nu de dressing door de salade te gaan doen. Als garnering gaat er lekker nog wat parmezaanse kaas over en nu kan de kip erbij. Het kippetje is klaar. We hebben twee studenten te gast die de Facebook-actie hebben gewonnen. Ik ben benieuwd of ze hem lekker vinden. Vraag jij je nou ook af of zo'n gezonde maaltijd nou ook echt lekker is? En lijkt het je ook fantastisch om Sven een keer van dichtbij te zien? Dat kan. Wij geven namelijk gratis gezonde maaltijden van Body & Brains weg. Dus check hoe je dat kan winnen. Heren, jullie maaltijd. Yep. Geniet ervan. Ik vond het kippetje heerlijk. Vooral het pesto erin, dat maakt dus echt het verschil. Normaal doe ik al een kippetje en dan doe ik het in de pan. En dan wordt hij iets te gaar, meestal een beetje bruin aan de bovenkant. En dit in de oven met pesto erover. Nou, het smaakt heerlijk en het is ook simpel om te doen. Het is veel makkelijker om gezond te eten dan dat ik in eerste instantie had gedacht. Ik vond hem hartstikke lekker. Ik zag mezelf al helemaal in de zomer deze salade maken met een lekker stukje kip erop. De munt was prima te doen in de salade. Dat is een goede combinatie en ik heb gewoon best wel weer zin in. Top. Nou, ik probeer vaak gezond te koken, maar 2 à 3 keer in de week is er toch wel een McDonald's bij of een andere lekkere keten. Pik jij nou meestal ook ongezond en wil je eens een keer wat fatsoenlijks eten? Maak een foto van je magnetronmaaltijd, kebabje of afhaalpizza, knal hem op Facebook en tag Stug. Dan kan jij een gratis gezonde, overheerlijke Body & Brains maaltijd winnen. En dat is pas lekker, gassie. Ik probeer vaak gezond te eten. Ik eet op zijn minst 3 keer in de week gezond. En 3 à 4 dagen in de week probeer ik wel een McDonald's of een Burger King. Nee, dat was heel slecht volgens mij.